Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2022. We gaan weer farmen. En dit keer zijn we aangekomen in de maand april. En dat betekent dat we onze kleding kunnen gaan verkopen. Maar we moeten nog veel meer doen. We gaan een zuivelfabriek neerzetten. We moeten nog veld 48 en veld 50 moeten we bemesten. En daarna moeten we even gaan kijken wat we kunnen doen op onze boerderij. Maar onze boerderij is in ieder geval in de maand april. En daarbij is het wel een beetje rustig. We moeten ook nog een nieuwe melkwagen kopen. We moeten ook nog een giertank of een, ja, iets waar we de drijfmest mee kunnen gaan los kunnen laten. Dat moeten we hier zeker nog allemaal gaan halen. En dat gaan we ook absoluut doen. Maar het is eerst belangrijk om in de verrijker te gaan. En dan rijden we eerst naar de kledingfabriek om daar de pallet op te halen die daar nog staat. Althans, dat hoop ik. Kijk, want hier aan de rechterkant staan alle pallets al op de trailer. Ja, kijk, en dan hebben we er toch nog netjes één. Kom maar, laat me zakken. Oppakken, achteruit. En dan hebben we weer 1000 liter. Dan hebben we 9 pallets aan kleding. En die worden voor best wel veel verkocht. Hey, Lubbert, jij bent er ook weer. Gezellig. En zet maar neer. Kom maar op. Achteruit rijden. Ja, en dan staat hij mooi. En dan gaan we hem even vastzetten met een spanbandje. Mooi zo. Dan rijden we terug naar de Macy Ferguson. Want die gaan we pakken. En dan hoop ik dat hij het houdt. In ieder geval met 9 pallets met kleding. En dan moeten we naar de levensmiddelenwinkel. Rij maar terug naar de schuur. Hupsiekidee. Mooi neerzetten. En dan hebben we alweer, denk ik, een hele mooie bonus. Want hij levert zo'n beetje 18.500 euro op per pallet. Dus, ja, dat is behoorlijk veel geld. Ik schat zo in zo'n 165.000 euro. Kom maar, achteruit rijden. En dan gaan we direct door naar de levensmiddelen. Ik ben blij dat hij niet zo ver is. Dan rijden we hier naar rechts. Moeten we wel even rustig rijden, want oh, hier heeft hij moeite mee, hoor. Ja, gaan we hier naar rechts. En die trailer, die valt heel snel om. Dus we moeten met het bochtwerk moeten we echt wel gaan oppassen. Ik zie hier geen verkeer aankomen. Ik zie hier geen verkeer aankomen. Mooi zo, rustig rijden. En dan gaan we hier naar rechts. En dan zijn we bij de levensmiddelen aangekomen. En dan moeten we wel rustig rijden, want als je te arrogant gaat rijden, dan vlieg je over de kop en dat wil je echt niet. Het is geen fijne pallet, of het is geen fijne trailer, pallet. Dan gaan we hier naar rechts, want hier moeten we wezen. Dan doe ik alvast de spanbanden los. En dan gaan we kijken hoeveel geld dit oplevert. Ik zeg zo'n 165.000 euro, kom maar op. Rij maar door. 149. Ja, hey, dat is toch 158.000 euro. Dat is netjes, hoor. Absoluut. En dat betekent dat we 189.000 euro op onze bankrekening hebben. Hè? 169.000 hebben we gekregen, jongens. Oeh. Maar dat betekent dat we in ieder geval de zuivelfabriek kunnen neerzetten. En dat we ook nog een gedeelte van de lening kunnen terugbetalen. Want dat is wel eventjes belangrijk. En ik wil eigenlijk deze trailer eventjes niet meer op onze boerderij hebben staan. Want het zijn vervelende grote lange dingen. Dus ik moet eventjes gaan bedenken waar ik hem wil neerzetten. Nou ja, weet je, vooralsnog doen we het eventjes hier. Dan gaan we even bedenken waar we die kunnen neerzetten. Mooi zo. En dan gaan we deze trekker terugzetten. En dan gaan we direct door naar onze klaastrekker. En dan pakken wij onze, ja, strooier erbij. Oftewel onze kunstmeststrooier. Want dan moeten wij veld 48 en veld 50, waar wij de vorige keer gras op hebben gezaaid. Ja, stap maar uit. Hupsiekidee. Die moeten we natuurlijk gaan bemesten. Want dan hebben we een hele hoge opbrengst. Oftewel 98% opbrengst van het gras. En dat is wel nodig. En als het gras dan gemaaid kan worden, dan gaan we ook gelijk alle velden weer in orde maken. Dus we gaan hem maar één keer toepassen. Het gras maaien. Want dan zijn veld 45, 46, 47, 49 en veld 51 zijn
klaar om geoogst te worden. Met het koolzaad. Dat is, ik hoop dat het, ik hoop dat het heel veel is. Want dan gaat onze oliefabriek als een malle. En daar heb ik eerlijk gezegd wel zin in. Om te kijken wat daar de opbrengst van is. Ik ben een beetje zenuwachtig. Want ik hoop dat het, ja, dat al dat werk niet voor niks is geweest. Laat ik het zo maar even zeggen. Gaan we hier een mooie bocht maken. Kijk, en dan ben ik toch blij dat we toch nog een beetje dat donkerbruine kunnen zien. Dan weten we een beetje waar we hebben gereden. En dan gaan we hier rustig aan naar rechts. En dan groeit het koolzaad ook goed hoor. Absoluut. Gaan we hier een beetje mooi rijden. En dan rijden we wel door, want dan weten we precies waar we dan wel en waar we niet zijn geweest. Dan hoeven we nog maar één keer terug. En dan is veld 48 is alweer gedaan. Kijk, en dan rijden we nog eentje terug. En dan zie je hier een mooie pijl. En dan zetten we hem nu aan. En dan rijden we door naar veld 50. Goed in het midden blijven rijden. En veld 48 is bemest. Dan gaan we direct door naar veld 50. En het mooie is, want de vorige aflevering hebben we natuurlijk suikerriet neergezet op veld 53. Maar omdat het veld zo goed bemest was door de vorige eigenaar, hoeven wij het veld niet te bemesten op dit moment. Dat betekent dat we daar al een hele hoge opbrengstbonus is van 98%. En ik heb er net even gekeken en dat gras staat best wel hoog. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Want daar, als je daar naartoe gaat, dan sta je er al tot kniehoogte in. Dus ik dacht, nou ja, dat zijn van die kleine knopjes of zo, weet ik veel. Ja, ik heb natuurlijk nog nooit suikerriet geplant. Het was wel een leuk werkje. Alleen had ik niet verwacht dat we zoveel pallets met zaad kwijt waren. Dat is echt iets waar ik me op heb verkeken. Want het waren behoorlijk veel pallets met zaad. En het kostte ook heel veel geld. Maar ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Helaas, het is niet anders. Maar ja, we doen er niks meer aan. Ik ga ietsjes naar links, want dan pak ik hem wat breder. En dan hoeven we alleen nog maar zo... Ja, ik denk dat ik nog een keertje heen en nog een keertje terug moet. Omdat ik nu veel te dicht aan de rechterkant aan het rijden ben. En dan zijn we toch lekker aan het rijden, jongens. Absoluut. Dan gaat het weer voorspoedig. En dan ben ik blij dat het voorspoedig gaat. Want we hebben ook best wel tegenslagen gehad op onze boerderij. Maar ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Op dit moment hebben wij best wel een grote boerderij. En dat had ik niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Want, wat moet je doen op een boerderij? Hoe ga je beginnen? Waar start je mee? Welke gewassen moet je op je akkers zaaien? Hoe werkt een trekker? Hoe werkt een kunstmeststrooier? Ja, hoe werkt het allemaal? Dat moet je wel eerst uitvogelen. Zo, klap maar in. En dan gaan we deze terugbrengen naar de boerderij. Of althans, dit is onze boerderij, maar naar onze schuur. En dan spuit ik hem wel even af. Ja, hier netjes naar links. En dan zal die de volgende maand netjes in bloei staan. Alle velden zijn dan helemaal compleet. Ja, en dat is best wel mooi. Maar dan kunnen we dus nu naar de volgende taak. En dat is een zuivelfabriek. En die gaan we dan neerzetten bij veld 53. Pas op, petjes. Het is toch wel leuk dat ze iedere keer weer terugkomen. Zo. En spuit maar af. Hij is wel een beetje vies, hè. Dus dat moeten we wel een beetje goed netjes bijhouden. En zo, daar ben ik sowieso van. Alles moet netjes zijn. Alles moet goed zijn. Want dan hou je je spullen gewoon het best. En wat kost zo'n hoge drukspuit nou? Dat kost ook drie keer niks. Met onze mooie klaastrekker. Zo, heb ik hem even aan de zijkant. Hup. En dan gaan we weer instappen. En dan zetten we deze eventjes terug. En ja, rij maar netjes achteruit. En daar gaat hij dan. Niet te snel, niet te snel, niet te snel. Kijk, dit gaat goed. Hup, stop hem maar. Ja, koppel hem los. En dan gaan wij naar de plek waar we de zuivelfabriek kunnen gaan plaatsen. En dan moeten we wel eventjes netjes rijden. Want dan wil ik dat wel eventjes goed neerzetten. We hebben nu 189.016 euro. We hebben natuurlijk nog een hele dikke, dikke, vette schuld bij de bank.
Maar ja, als je wil investeren, ik heb al eerder verteld, dit is het jaar van investeren. En ik wil niet wachten. Hoe kijk eens naar die olie. Wojo, 4 pellets. Oeh, dat gaat goed. Kijk, en hier wil ik die zuivelfabriek neerzetten. En wat ik je net al vertelde, moet je kijken hoe hoog het suikerriet staat. Kijk dan. Wow, kijk dan hoe gaaf dat erbij staat. En kijk onze koeien. Hey Bertha. Zo, oh nou, dan kan ik gelijk even kijken. Ze hebben nog 18.992 liter aan voer. Ze hebben al 3547 liter melk geproduceerd. En ze hebben al 9847 liter drijfmest geproduceerd. Maar als we dat willen gaan toepassen op een van onze velden, dan moeten we daar wel rekening mee houden dat dat ook behoorlijk hard de grond in gaat. Met andere woorden, het gaat niet zo hard, als de kunstmest. Of althans, het gaat veel harder dan de kunstmest. Want kunstmest, dat gebruik je niet zoveel. En drijfmest gebruik je weer heel erg veel. Maar goed, dat hebben ze denk ik hier ook gedaan. Want het is nog steeds aan het groeien. 98% opbrengstbonus. En daar ben ik wel blij mee hoor, absoluut. Maar dan gaan we nu eerst eventjes een zuivelfabriek plaatsen. Ja, en zoals je kunt zien kost deze zuivelfabriek ons 70.570 euro. En moet ik even goed kijken hoe we hem gaan neerzetten. Maar we gaan hem zo neerzetten. En kijk eens aan. Daar staat hij dan. Onze nieuwe zuivelfabriek. Dan hebben we nog 113.600 euro over. En kijk eens. Oh, mooi hoor. Absoluut. Dat betekent dat we zometeen onze melk hier naartoe kunnen verplaatsen. En nou ga ik rustig aan nog een beetje landscapen. Want ik zie hier nog een beetje een vervelend plekje. Daar waar je kunt zien dat het een beetje hobbelig is. Dus dat moeten we even wegwerken. En dan gaan we het even helemaal netjes maken. Want het hoort erbij. En dan gaan we op naar de volgende stap. Ja, en daar staat hij dan. Onze zuivelfabriek. En dan hebben we de landscaping klaar. Want hier hebben we alles level gemaakt. Alleen niet in dit hoekje, maar dat geeft niet. We hebben een heel mooi hek neergezet. Zodat we hier niet over de gewassen heen kunnen rijden. Ik heb er allemaal lantaarnpalen neergezet. Zodat we voldoende verlichting hebben hier op de boerderij. Ik heb hier ook nog een hek gemaakt. Zodat je kunt zien dat je er gewoon niet in kan. Want dan moet je er gewoon eventjes omheen rijden. En hier staat dan zometeen onze zuivel. Maar wat we nu moeten gaan doen is eerst eventjes naar de winkel. Omdat wij een melkwagen moeten kopen. Dat is wel eventjes belangrijk. Want als wij geen melkwagen hebben, dan kunnen wij ook de melk niet brengen naar onze zuivelfabriek. Het is niet ver bij elkaar vandaan, maar het is wel eventjes nodig. Dus we rijden nu naar de winkel toe. Ja, en in de winkel aangekomen zie je onder het kopje dieren dat we verschillende melkwagens hebben of melktanks. Dat is de Lizard MKS 8 voor 25.000 euro of de Lizard MKS 32 voor 68.000 euro. Deze kan 32.000 liter met zich meenemen. Maar degene die wij gaan kopen, die kost 25.000 euro en die is 8.000 liter, oftewel, die kan 8.000 liter met zich meenemen. Nou is dit niet een heel groot bedrag, maar we hebben deze wel nodig. Dus we gaan hem ook daadwerkelijk kopen. Welke kleur gaan wij doen? Dat vind ik een hele goeie. En dan kunnen wij de kleuren wijzigen in roestvastaal, chroom of zwart. Hoe zou die in het zwart zijn? We gaan eens even kijken in het chroom. Ja, die vind ik vet. Oké, dan gaan we door naar de velgkleur. Dan hebben we chroom, zilver, wit of zwart. Nee, zwart past er niet bij. Dus dan gaan we naar wit. Zilver? Nee. Ja, dan doen we hem helemaal chroom. Ja, dus dan doen we hem helemaal chroom. Dan gaan we ook nog naar, naar het kenteken. En dat is melkbak. Melk voor elk. Melk voor iedereen. Melk voor één. Oké, nou, dat is hem. Dan gaan we hem kopen voor 29.000 euro. Want we hebben hem natuurlijk chroom gemaakt. Dus daar moet je gewoon voor betalen. Dat is altijd zo. Als je iets wil hebben, dan moet je ervoor betalen. Helaas, het is nou eenmaal zo. Maar dan gaan we hem kopen voor 29.000 euro. En dan gaan we hem ophalen bij de winkel.
Maar voordat wij de melktank gaan ophalen bij de winkel, gaan we eerst nog even kijken naar de drijfmesttanks. Want die hebben wij natuurlijk ook nodig. En daar zie ik er eentje staan van 22.500 euro. Die heeft een inhoud van 8,2 kuub. Even kijken, wat is dit dan? Deze heeft 15 kuub. Deze heeft 21 kuub. Wat is dit dan? Een veldcontainer. Oh, tijdelijke opslag. Oh, interessant. Dus als die vol zitten, kunnen we die ook nog meenemen. Oh, kijk eens. Nog één. Drijfmesttank. Die kost 58.000 liter, maar die heeft maar 13 kuub. Hé, hey. Oké. Oké, dan komt er dus dit nog bij. Interessant. Want deze gaat dan aan de achterzijde van de VT-130. Dan gaat die de grond in en dan gaat die natuurlijk het mest de grond ingooien. Maar wat is dit dan? Is dit dan een giertank? Of is dat alleen... Oké, deze vervoeren dus. Oké, die vervoeren het. En dit is een... Oh, interessant. Oké, ik weet het al. Dus de Farmtech SuperSys 800, dat is een giertank. Oftewel, die spuit het drijfmest over het veld heen. Dan heb je de Zunhammer Gulletechniek ULT 18 of de ULT 24. Daarmee kan je het vervoeren. Waarom je dat wil vervoeren, geen idee. Maar dan kan je dus ook nog kiezen voor de Schouten VT-130 samen met de Spider SP. Dan kom je op 68.000 euro. Maar dan heb je het wel in één keer compleet. Dan hebben wij nog 71.000 euro over. Oftewel, dan houden we 3.000 euro over. Moeten we dat doen? Ja, dat moeten we doen. Oh, maar dat doen we niet nu. Nee. Dat doen we pas als die vol zit. Want ik wil niet gelijk al mijn geld opmaken. Want misschien komen we dan in de problemen en hebben we helemaal geen geld meer. Dus dan moeten we wel even goed gaan opletten. Maar dan wordt het dus de Schouten VT-130... inclusief de SP6834. Misschien staat die wel in de tweedehands winkel. Maar we gaan eerst even kijken in de tweedehands winkel. Ja, en in de tweedehands winkel aangekomen zie ik dat we een sproeier hebben. Wat is dit? Wat voor sproeier? Heb ik die nodig? Nee. En dan de Case 2 Module Express 635 voor 52% korting. Daarmee kunnen we katoen oogsten. Maar daar hebben we het geld niet voor. Daar hebben we het simpelweg het geld niet voor. Dus we gaan nu eerst onze melktank ophalen. En dan gaan we het melk vervoeren naar de zuivelfabriek. Ja, en daar staat hij dan. Onze melkwagen. Wat een schattig ding. 29.000 euro. Mooi dingetje hoor. Oh, kijk. Oeh, stippeltjes op de achterkant. Ja, dat vind ik leuk. Dan stappen wij in. Doen we de verlichting aan en de zwaailampen. En zoals jullie weten vind ik dat gewoon leuk. Dus we koppelen hem aan. Kom maar op. Achteruit rijden. Oké, en dan rijden we vooruit. En dat vind ik het toch wel een mooie combinatie, hoor. Ja, vind ik het fijn dat we hem in het chroom hebben gedaan. Dus weer eens wat anders. Kijk, ik vind hem echt wel mooi, hoor. Absoluut. En dan gaan we hier zometeen alweer naar links. En dan zijn we er alweer bijna. En dan gaat het best wel hard. En ben ik wel blij dat alles lekker dicht bij elkaar ligt. En dat we niet zoveel diesel kwijt zijn om alle spullen op te halen. Maar dan gaan we ook eens even kijken of het allemaal wel werkt wat ik in gedacht heb. Want het zou zo jammer zijn als het allemaal niet werkt, hè. Kijk, en dan vind ik het wel mooi, hoor. Kijk, er staat er gewoon een fabriek. En dan staat er een zuivelfabriekje. En er komt er olie uit. En ik had niet verwacht dat er zoveel olie uit zou komen. Maar ik vind het wel gaaf. Oké. Dan had ik het bedacht om zo te gaan rijden. Zo. Een beetje rare bocht maken. Maar even kijken. Kunnen we dan bij... Ja, ja, het werkt. Het werkt. 3727 liter. Heb ik nu bijgevuld. En dan gaan we dus nu zo doen. Ja. Kom maar. Wordt het overgedragen? Oh. Dan hebben we de melk alvast daar. Maar wat kan ik er dan mee? Ik heb geen idee, hè. Dus ik weet dat we een zuivelfabriek hebben gekocht. En dat we nu... ook daadwerkelijk de zuivelfabriek moeten aanzetten. Maar wat gaat hij dan, maken? Oh, wacht eens even. Hij maakt dan boter. Oh, hij maakt ook nog kaas. Oh, en voor de chocolade hebben we dus die suiker nodig. Oh, wat grappig. Oh, dan blijven we dit. Dan gaan we kaas en boter activeren. Dat vind ik leuk. Ja, geweldig.
Ja, dan... Oh, perfect. Dan hebben we best wel veel nodig voor boter, hoor. 15 liter boter wordt 13 liter... Of althans, 15 liter melk wordt 13 liter boter. En 3 liter boter wordt dus weer 2 liter kaas. En dan... Oké, 1 melk, 1 suiker wordt dus 1 chocolade. Oh, wat gaaf. Dus we hebben dus nu al 3 liter boter gecreëerd. En dan hoop ik dat dat hier staat. Nee, dat staat er nog niet. Dat is dan weer jammer, maar dat maakt niet uit. Oké, dan laten we de dit laten we dan hier staan, hè? Deze melk, melkbus. Of althans, deze melkwagen. Hoe? Dan rijden we tegen ons gebouw aan. En dan koppel ik hem even los. En dan rijden we direct door weer terug naar de boerderij. En dan gaan we op voor het volgende klusje alweer. Ja, en dan rijden we hier tussen de kassen door. En dan gaan we eventjes kijken. Want ik heb het sla weer op opslaan gezet. Want ik wil toch wel dat we de sla... Hey, wat is er aan de hand? Geen actieve productie. Hey, wat is dit voor iets geks? Waarom niet? Dat is raar. Oké, we hebben dus... We moeten hem activeren. Oké, heel gek. Want het... ik denk dan... Ik ga niet eens denken. Het is heel raar. Ik vond het een beetje raar. Oké, doe maar dicht. Oké, nou ja, ik heb in ieder geval het sla weer op opslaan gezet. Wat betekent dat we wel weer de sla moeten gaan opstapelen. Want het ging een beetje te snel. En als je dit nu gaat verkopen in bijvoorbeeld april, dan krijg je daar niet de beste prijzen voor. Dus ik heb ze weer even op opslag gedaan. En dan kunnen we in januari of in maart... Nee, januari volgens mij. 15.000... ja, dan kan je het dus in januari verkopen. Excuus. Dan hebben we weer 15.398 liter. 13.888. Dan hebben we ook in deze iets van 14.000 liter natuurlijk. Ja, 14.656 liter. We hebben de wol naar de spinnerij gebracht. En de stof naar de kledingfabriek. Dus dat blijft ook produceren. De kippetjes die... doen het ook hartstikke goed. En die moeten we dan later even de eitjes bij elkaar zetten. En daar zit nog 7200 liter in. En de honing die gaat ook goed. Kijk eens, 100%, of 98% voor de koolzaad. Dat is dan ook op de overige velden. Dit is aan het groeien. Het suikerriet is aan het groeien. Dan hebben we er weer een mooie zuivelfabriek bij. Dan hebben we er ook een mooie melktank bij. De oliefabriek doet het goed. En we hebben eigenlijk in deze maand niks meer te doen. Dus gaan we ons opmaken voor de volgende maanden. Ik ga nog wel even kijken hoe het zit op dit moment. Of we nog een beetje voer kunnen bij... bijplaatsen. 18.315. Hier zit nog 10.356 in. Dus we rennen terug naar de trekker. En dan gaan we het voer bijvullen. Ja, en daar staat hij dan. Onze Klaas-trekker. De Klaas Action 870. Zwaailampjes aan. Nou, dat vind ik gewoon gaaf. En dan rijden we eventjes naar de voerbak. En dan gaan we de koeien bijvullen. En dat is dan weer de laatste taak voor vandaag. Helaas is er in april niet zoveel te doen. Maar het zijn wel hele belangrijke taken. Zoals het bemesten van de velden. Oh, zo belangrijk. Want je wil wel dat je... Je wil wel dat je opbrengst zo hoog mogelijk is. Nou moet ik natuurlijk nog in de toekomst bijenkorven en bijenkasten gaan plaatsen bij de velden. Doe ik nu nog niet. Ik koppel hem even aan. Maar het eerste wat ik dus nu ga doen is eventjes naar de bank. En dan wil ik eventjes 60.000 euro aflossen. Wat dat betekent dat we weer minder kosten aan het einde van de maand hebben. Waardoor we... ja, meer geld overhouden, waardoor we weer sneller investeringen kunnen doen. En bij de bank aangekomen zie je dat wij nog 500.000 euro open hebben staan. En daar wil ik dus nu wel wat geld van aflossen, totdat wij 11.000 euro op de bank hebben. Dan hebben we 60.000 euro afgelost. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Nou krijgen wij er per maand zo'n 5.000 tot 10.000 euro bij. Dus als wij iedere maand 5.000 euro aflossen en dan ook nog met de investeringen zeg maar snel het geld gaan terugbetalen,
dan zijn we zo weer op nul. En dat is wel eventjes waar ik op hamer. Want het is wel belangrijk dat je je schulden zo snel mogelijk aflost. Want anders blijf je maar veel geld betalen. En met die 5 ton schuld betaalden wij een schuld van 1666 euro per maand. Ja, dat is veel geld. Maar gelukkig hebben wij de zonnecollectoren die best wel wat geld opleveren. Dus hebben wij ja, toch wel ja, niet zoveel last dat we geld kwijtraken. Maar er komt dan ook geen geld binnen. Vul maar bij, kom maar. En dan krijgen de koeien weer voldoende te eten. En dan zetten wij deze mooie voedselbak, of de mengbak, zetten wij terug op zijn plekje. En dan sluiten wij deze aflevering af. Dan is het welletjes geweest voor de maand april. Moeten we wel netjes terugzetten, kom op. Laat zien dat je het ook in één keer kan. Laat zien dat we in één keer een stuk professioneler zijn. Ah! Oh jongens, het gaat nu helemaal verkeerd. Zet hem maar netjes strak naast, dat kan wel, geen probleem. Kijk eens. En dan koppelen we hem los. Ja, en dan zit ik te kijken naar de koeien, wat heel erg rustgevend is. En dan ben ik erg blij dat we nu 24 koeien op onze boerderij hebben. Het gaat misschien niet zo snel als 48 koeien, maar we komen er vanzelf. We hebben dus best wel veel gedaan, hè. We hebben veld 48 en veld 50 hebben we bemest. We hebben een nieuwe zuivelfabriek. We hebben een nieuwe melktank. In de toekomst moeten we nog even gaan kijken hoe we dat gaan doen met de drijfmest. Maar dat weten we dus nu ook al. Wat het allemaal gaat kosten en hoe we daarmee verder kunnen gaan. Ja, ik vind het welletjes geweest op dit moment. Kijk lekker in de kont van de koe op dit moment. Maar bij deze, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik heb in ieder geval wel genoten. En zoals altijd, tot de volgende keer.